Ik ben Hanny Moors. Samen met mijn man Rob zijn wij de eigenaar van Kwekerij Moors. En we zijn genomineerd in de categorie Landelijk Ondernemen. We zijn een traditioneel gezinsbedrijf. Rob en ik en met onze kinderen, we werken allemaal mee met het bedrijf. Traditioneel met de waarden en normen van vroeger. Gewoon lekker meewerken. Maar ook de innovaties van deze tijd. We hebben een biomassa-installatie waar we onze kast duurzaam mee verwarmen. We hebben superveel automatische oogstkarren, zodat er niet gesjouwd hoeft te worden met kratjes. We hebben achter onze kas, tussen het kasteel en de kas, een natuurvijver aangelegd. Daar wordt het water van de kas in opgevangen. En tegelijkertijd is het een supermooi wandelgebied geworden, voor iedereen toegankelijk. We hebben het afgelopen jaar grote innovaties gezet, of stappen gezet in het kader van duurzaamheid. We hadden kas in Zomeren en in Asten. En in Zomeren zijn we afhankelijk van het gas. Daar hadden we geen alternatief voor fossiele brandstoffen. Dus we hebben de keuze gemaakt om de kas in Zomeren te verkopen en in Asten uit te breiden. We vinden het belangrijk om jongeren of kinderen te leren hoe voedsel gemaakt wordt. En dat het niet vanzelfsprekend is om gezonde voeding te krijgen. Daarom nodigen we ook vaak scholen uit om op excursie te komen. En ze gewoon een kijkje in de kast te laten nemen en uit te leggen hoe ze groeien. En ik vind het gewoon gaaf dat er een agrarisch bedrijf genomineerd is voor deze prijs. En ik hoop daarom dat je op ons wilt stemmen.